Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Even geleden dat ik iets heb geplaatst. Dus vandaar mijn inleiding in deze vlog. In deze week neem ik jullie mee hoe mijn week eruit zag voor mijn bevalling. En ik heb ook de bevalling opgenomen. Ik laat best wel een kwetsbaar moment zien aan jullie. De bevalling is erg pittig geweest. De kleine is er trouwens inmiddels en ik ben inmiddels ook naar de kapper geweest zoals jullie zien. De kleine die ligt nu in een wipstoeltje daar, dus vandaar dat je die kindermuziek hoort. Ik denk wel dat ze er zo klaar mee is. Waar was ik ook weer gebleven? Oh ja, de bevalling is erg pittig geweest, dus echt respect voor alle moeders die natuurlijk zijn bevallen vroeger of pas geleden. Echt zoveel respect heb ik nu voor alle mama's, is niet normaal wat ik heb meegemaakt. Zoiets heb ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Zo'n pijn heb ik nog nooit ervaren. Het was heel intens. Maar alle clichés zijn zo waar. Echt het allermooiste wat er is. Ja, het was natuurlijk allemaal even landen en even uitzoeken. Hoe je opeens vader en moeder moest spelen en zijn. Natuurlijk. En dat is het nog steeds. Want we zijn er nog lang niet. In deze week laat ik ook gewoon even wat andere momentjes zien. Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe auto gekocht waar ik ontzettend blij mee ben. En ook gewoon een beetje saaie dingen. Wat voor eten ik ga koken. Ja, wat ik doe op de dag. Nou, vrij weinig. Want ik deed ook niet meer zoveel op het laatste moment. Vandaar ook deze inleiding. Omdat ik zelf ook een beetje kwijt ben waar ik nou precies ben gebleven. Weten jullie in ieder geval een beetje wat er te verwachten staat in deze video. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust. Want ik snap dat er veel vragen zijn. Omdat ik soms misschien dingen vergeet uit te leggen of misschien niet helemaal laat zien. Oh ja, over de bevalling gesproken. Er is wel nog meer gebeurd dan dat ze er alleen uitkwam. Dat hebben Niek en ik echt even moeten verwerken en een plekje moeten geven. Ik loop wel heel erg achter. Ik heb wel echt deze hele maand, want ik heb dus een maand niks gepost. Ik heb wel een maand lang heb ik gevlogd. Ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik wel 2 vlogs nu in de week ga posten, uploaden. Maar dat moet ik nog allemaal even bekijken. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel plezier met het kijken van deze bevallingsvlog. Het is vandaag vrijdag. Ja, wat erg. Het is vandaag vrijdag. En, oh ja, welkom bij een nieuwe vlog. Ik vlog een beetje raar nu. Maar ik heb natuurlijk net mijn vlog afgesloten van mijn laatste loodjesvlog. Dit wordt waarschijnlijk de bevallingsvlog. Maar goed, ik laat jullie eerst mijn andere nieuwe baby zien. Niek en ik hebben net mijn nieuwe auto opgehaald. In Niek zijn zaak, zeg maar, kwartier rijden van zijn huis. Maar ik ga jullie even mijn nieuwe auto laten zien. Ik ben echt super blij. Het is een Volkswagen Tiguan. Of Tiguan. Nou, wat erg. Ik kan niet eens uitspreken. This is the car. Zo mooi. Een donkerblauwe. Ik had nooit verwacht dat ik een donkerblauwe auto zal nemen. Maar ik vind die velgen ook echt mega dik. En het is echt een familiebak. Natuurlijk gehaalde Marijnse Occasions. En dit is de binnenkant van de auto. Het is echt een stoere uitvoering, een airline. Met een panoramadak. Dit wilde ik al zo lang. Mijn eerstvolgende auto moest een panootje hebben. En de auto is ook echt heel ruim. Dus mijn kinderstoel gaan we gelijk installeren hier. En ik heb een kabeltje alvast. Voor als je moet opladen. Ja, echt heel dik. En ik wilde ook een nieuwe auto. Omdat ik echt een hele leuke Mercedes heb hoor trouwens. Maar wat is nou, wat het nou is, is dat daar minder ruimte is. En hier heb ik veel meer ruimte. Ook voor de kinderwagen. De achterbak is groot. En ja, er is gewoon echt veel ruimte. En ik was wel aan een upgradeje toe. Tijdens mijn uitgerekende datum. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dan heb ik alvast een nieuwe auto. Dus dan is dat al, staat dat al klaar. En dan brengt Niek mij nu naar huis. Ik ga zelf even niet rijden. Misschien dat ik even 1 rondje rijd hier om het terrein. Maar ik ga niet de snelweg op nu. Dat vind ik niet zo fijn. Ook is het maar een kwartier. Ik rijd even zelf niet meer. Oh ja, ik heb trouwens mijn nieuwe Moncler jas aan. Die ik in Roermond heb gehaald.
Nou, dus Niek brengt me naar huis. Mijn ouders komen even langs. En dan ga ik rustig aandoen. Ik ga alleen met mijn ouders chillen. Niek's ouders, die wilden ook nog even langskomen voor de kinderkamer. En dan ga ik echt even met niemand niks meer afspreken. Want ik spreek alleen al met mijn eigen familie af. Maar niet meer met vriendinnen en zo. Ik wil gewoon echt mijn optimale rust pakken. Want het moment kan... Het kan elk moment gebeuren. Dus ja, ik wil gewoon lekker rust. Liggen op de bank. Boekje lezen. En ja, afwachten tot het moment daar is. De auto is opgehaald en ik ben thuis. Ik ben zo moe. Ik ga even op de bank, denk ik, even een dutje doen. Eerst even een broodje smeerkaas eten. Ik heb mijn zwangerschapskussen er al bij gepakt. En een glas water. Want ik drink best wel veel water. Ik heb trouwens ook een boekje besteld. Die heb ik eergisteren binnengekregen. Dus daar was ik ook al aan begonnen. Best wel een leuk boekje. Ik heb niet echt heel veel boeken gelezen tijdens heel mijn zwangerschap. En ik dacht, laat ik dat nog maar even op het laatste moment gaan doen. Ik ben te onrustig voor boeken lezen. Oh, even bijkomen. En Niek heeft trouwens net mij hier afgezet. Dus ik hoefde natuurlijk niet alleen in de auto te zitten. Dus ik zat gewoon naast hem. Ik ging net alleen even een proefritje doen. En ik ben gewoon helemaal moe ervan. Het slaat helemaal nergens op. Echt maar anderhalf uur, een uurtje weg geweest of zo. Anderhalf uur. Het regent ook. Het is gewoon echt shit weer. Dus ik lig lekker met Sjaan op de bank. En dan komt Juno en dan mag hij niet op bed. Dan vindt ze weer zielig. Kijk, ze liggen hoor. Alsof het een hotel is. Mama, papa komen even gezellig. Middagje langs. Kijk, ze liggen dan. Even bijkomen in Breda. Nou, en ik kom niet meer bij. Ja, door jullie zo te zien. Dacht ik ook met de yogakamer. Gewoon opnemen. Het is net als jacuzzi. Ja, dat was gewoon zo. Het is 10 uur. Niek en ik liggen dus alweer om 10 uur in bed. Om 10 uur. Gewoon again. Gisteravond ook al om 10 uur. We zijn gewoon echt moe. En in plaats van dat ik op mijn telefoon ga, ga ik mijn boekje lezen. Ik kan niet slapen. En Niek trouwens ook niet. Zoveel trek. Ik ga gewoon lekker een pizzaatje eten. Ik moet even wachten dat die pizza is afgekoeld, maar... Ja, het is dus 1 uur 's nachts. Heel de tijd plassen. En op een gegeven moment voelde ik iets raars zijn. Niek, het gaat gebeuren. Gaat het echt gebeuren? Maar er gebeurt niks. Ik denk dat ik haar gewoon nu heel erg daar beneden voel rommelen. Dat ik dat heel erg voel. Vooral bij mijn poes, weet je wel. Gewoon zo'n raar gevoel. Ik voel echt dat ze eraan komt. Dat is echt lijp. Ik knip mijn pizza met een schaar. Dat is ons gewoon aangeleerd. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag 21 oktober. En ik dacht, ik ga even lekker make-upje opdoen. Dus ik voel me ook lekker fris vandaag. Gisteren was ik echt ontzettend moe. Ik voelde me ook niet zo lekker. Dat zag je ook wel echt aan mijn kop. In de kinderkamer met mama. Hallo. Mama is aan het opvouwen. Ik moest nog wat dingen sorteren met op maat. En deze heb ik net binnengekregen van Jolijn. Heel leuk slaapzakje. Ja, heel schattig. Leuke slaapzak. En mama was laatst bij de Zeeman geweest. En daar hebben ze ook echt hele leuke dingetjes. Dus heel veel kleertjes in maat 50. Allemaal in het beige. Dus die moet nog even wassen. Heet het te veel dan te weinig? Ja. Ben jij er klaar voor om oma te worden? Al heel lang eigenlijk. Kan me niet snel genoeg gaan nu. Ja, toen nog even wachten. Ja, dat vind ik zo stom. Nou, niet zeggen. Ja, ik hou gewoon niet van rompertjes met teksten. Hier hangen wat kleertjes. Allemaal jasjes. Ze heeft heel veel jasjes. Dit is een... pyjama, dit is een broekje.
Dan laat ik jullie wel even meer van de kinderkamer zien, want die heb ik nog steeds niet goed laten zien. Het is vandaag maandag en ik zit thuis. Wederom weer een saaie dag. Ik ben wel even opgeladen van gisteren, omdat we gisteren gewoon even lekker de hort op zijn geweest. Ik heb de camera eigenlijk niet meegenomen, want ik had er helemaal geen zin in. Ik heb een tosti gemaakt met kipfilet, spinazie en smeerkaas. En ik ben opeens van Andalous saus gaan houden. Ik vind het echt heel lekker. Gisteren hadden we dit ook bij onze tosti bij een tentje waar we zaten. Maar ik kan niet verder koeken, want ik heb dus cookroom. Ik heb cookroom gekocht. Cookroom, ja, ik maak even eten voor Sjaak. Dus dat letterlijk dit in dit pakje. Ik heb dus gewoon helemaal niet opgemerkt dat die halve kookroom gewoon al op was in de supermarkt. Dus ik kan nog niet verder koken. Niek is nu naar de supermarkt om kookroom te halen. En hij is even eerder thuis gekomen. Hij komt nu steeds ook eerder thuis. En dan gaat hij nu verder op de computer om zijn werk af te maken. Want hij was eigenlijk nog niet klaar. Ik had deze ook trouwens net gehaald bij de kruidvat van Catrice. Fake lips in de kleur... Welke kleur is dit? Better than fake lips. Oh, plumping. Ja, plumping pink. En net vond ik hem niet zo mooi. En nu vind ik hem eigenlijk wel mooi. Verder drink ik toch maar weer even een kopje frambozenblad thee. Ik denk dat ik er nog even een aantal kopjes ga nemen vanavond. Omdat ik toch wel de weeën op gang wil zetten. En ananas heb ik ook al een paar dagen achter elkaar gegeten. Maar ik ben weer vergeten te halen. Dus eigenlijk... moet ik Niek nu even bellen of hij ananas wilt halen. Ik kan eindelijk weer verder gaan koken. Kookroom die Niek heeft gehaald net. Met champignon, ui en knoflook. En één schepje bloem. En dan ben ik de kip aan het bakken met kippenkruiden. Ga ik nu even tomaatjes snijden. Erbij instoppen. En de spinazie. En parmezaanse kaas. Of volgens mij wordt het echt kapot lekker. Lezig. Het is echt heel lekker. Lekker romig. Niet normaal. Toch, Nikos? Mm-hmm. Kind kan er wel eens doen. Het is vandaag dinsdag en ik heb mijn UX binnengekregen. Ja, niet zo hoor, maar ik had ze net al uitgepakt. Ik heb deze Ultra Mini besteld. Ik heb nu trouwens mijn UX pantoffels aan. Deze had ik gehaald in Roermond. Voor 85 euro. Dat is wel iets goedkoper dan in de winkel. Volgens mij zijn ze 120 in de winkel of online. Maar goed, deze heb ik wel gewoon voor de hoofdprijs besteld. Maar ik hou echt van UX. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ben vandaag 40 weken en 5 dagen zwanger. We zijn nog steeds aan het wachten totdat er wat gaat gebeuren. Maar helaas, pindakaas. Nothing yet. Buik. Ik ben nog steeds zo verliefd op deze kinderwagen. Ik kan echt gewoon niet wachten om deze kinderwagen te gebruiken. Echt, I love it. Ik laat het gewoon nog een keer zien. Welkom in onze prachtige kinderkamer. Jullie hadden de vorige keer al wat gezien in de spiegel. Maar er zijn nu wat meer dingetjes af. Dus nu kan ik het even volledig aan jullie laten zien. Sjaan die pikt al het kleedje in. Die is gek op het kleedje. This is the room met de commode. En deze plankjes zijn van de H&M. Heb ik roze gespoten met een spuitbus van Action. Dit beeldje heb ik van de moeder van Colin gekregen, heel lief. En ik heb deze fotolijstjes van de Hema. Ik zei vorige keer 6D. Ik weet dan niet of het 6D of 4D echo is. Dit is een nachtlampje. Die heb ik toen gekregen met mijn babyshower. Dit is een aankleedkussenhoes van de Prenatal. Heel leuk mandje van de Blokker. Met alle luiertjes van Pure Born. Die poef hebben van de Senos. Kussentje van de Hema van Claire gekregen. Deze stoel is van de Jisk. Met een mooie knuffel die ik van iemand heb gekregen. Ik heb geen idee wie. En dit kussentje van de H&M. Dit prachtige behang is van Fleur der Fleurs. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit is de ledikant die dus van Niek is geweest 35 jaar geleden. Mama had dit alvast een beetje
voor mij gedaan. Kijk maar, op deze manier had ze het voor mij erin gelegd. Met het lakentje en een dekentje erover. Het is gewoon een bedovertrek. En hieronder zit nog een molten, een witte. Gewoon van de kruidvat. En we hebben gewoon even leuk dit dekentje van Kuka erbij gelegd. Maar nu heb ik het alweer helemaal verpest. Deze bedhemel komt van Kids Deco. Echt een ontzettende mooie bedhemel. Dan heb je hier weer het behang van Fleur de Fleurs. En het ging voornamelijk echt om deze afbeelding. Luchtballon met alle diertjes erop. Echt zo cute. Het is ook een schatje. En dan heb je daar in de hoek nog een zebra. Dan heb ik hier twee mandjes. Ook van de blokker. Onze foto van de fotoshoot. En dit is dan de kast van de IKEA. En we hebben zelf al die dingetjes erop gezet. Alleen hier is het een beetje misgegaan, maar het maakt niet uit. Nou, dit is de binnenkant. Ik heb hier gewoon, ja, misschien viel het rommelig, maar het kan nog wel een keer gefixt worden. En deze lamp heeft Niek zijn vader net opgehangen. Deze komt van Amazon. Echt een heel schattig lampje. Het is een wolkje. We hebben dus een afstandsbediening erbij. En dan kan je instellen, ja, welke kleur je hem wilt hebben. Dus je kan hem heel wit. Maar ja, dat vind ik niet mooi. Hè? Maar ja, ik hou gewoon van een leuk sfeerlichtje. Dus ik zet hem lekker op geel. Oh ja, dit is de binnenkant van de commode. Nou, ik heb hier alle luiertjes. Doekjes. Een beetje wat, ja, rommeltjes ook overal. Ik ben niet zo heel netjes hoor, maar ik vind het al heel wat voor mij. Deze bakjes komen overigens ook van de IKEA. En dan hier wat rompertjes. Nog meer, ja, het ligt een beetje door elkaar. Dit zijn alle broekjes. Slabbertjes, verzorgingsspulletjes, knuffeltjes, mutsjes, sokkies. En ik heb hier heel veel rompertjes liggen en ook nog meer broekjes. Luiers, spenen en ja, ik heb heel veel van deze. Ligt ook allemaal in de woonkamer. Poep, luier, emmer. Dus ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. En ik mediteer hier elke ochtend omdat dit echt mijn rustplekje voor nu dan nog is. Dus ja, ik word gewoon helemaal gelukkig als ik hier sta. Het is toch, ach, ik vind het zo leuk. Het is vandaag woensdag en ik lig op de bank. Ik heb vanaf 4 uur 's nachts mega krampen in mijn onderrug. Ja, ik denk dat dit het begin is van mijn bevalling. Ik werd ongeveer, ja, 2 of 3 keer per uur werd ik wakker of zo. Met zo'n zeurende onderruggevoel. Echt zo'n menstruatiepijn. Niet zozeer in mijn buik, maar echt in mijn onderrug. En ja, dat is gewoon echt aangehouden tot en met nu. Dus ik lig op de bank. En die moest even heen en weer, maar die komt zo weer thuis. En mijn ouders die komen zo ook even. En mijn zusje ook. Later in de middag. Misschien moeten ze wel naar het ziekenhuis komen, maar I don't know. Ja, ik had dus de verloskundige gebeld. En ja, dat gevoel is soms heftiger dan het andere moment bij mij. Bij het ene moment. En ik moet ook steeds naar het toilet. Moet ik poepen. En ik voelde me ook niet zo lekker. Nog steeds eigenlijk niet helemaal. Beetje met vlagen. Dan voel ik me weer goed. En dan voel ik me weer niet zo lekker. Misselijk. Of het nou echt weeën zijn. Nou, volgens mij zijn het lichte weeën, denk ik. Toch? Daar begint het mee. Ja, dus ik lig als een ziektekiem lig ik hier op de bank. In mijn panter badjas en pyjama. En Sjaatje ligt lekker met me mee te chillen. En ik ben dit aan het kijken, nieuw programma van Chantal Jansen, Samengestelde Gezin. Gelukkig Hollands. Ik ben een beetje aan het turven hoe vaak ik dus iets voel. Of een wee of lichte wee. Ik denk dat dit gewoon lichte weeën zijn. Ik heb vanaf 11:04 één wee per kwartier of zo gehad. Dus ik heb er 4 in een uur gehad. Ik heb nog geen bloedprop verloren. Dat zij de kamer misschien mag hebben. Mom. Ik zei misschien. En dat ze met jou moeten spreken. Ja. Oh, vreselijk. Ik heb geen ruzie met haar. Het is pas het begin. Het voetdrukbusiness.
Het is nu 12 uur 21. Dus ik moet weer even een streepje zetten in mijn notitie. Oh. Mijn buik trekt gewoon helemaal samen met mijn hart. En dat voelt dan in mijn onderrug. Daar moet je door met dit. Vlogleven gaat wel door, hè? Hij wordt vader. En 35 morgen. Ja, ook dat nog. Ja, een mooie leeftijd. Ja, zeker weten. Mama, pap en Claire zijn hier. Claire is aan het werk. Oh. Met anders, maar dat zou ze anders moeten doen. Nou. Ik zie er alleen maar aan het werk. Ze komt zo ochtends binnen en begint meteen die laptop wordt opengeklapt. Oh nee, je hebt eerst nog hard gelopen. Ja. Ja, dat is waar. Met Tony. Zit met een kruikje op de bal. Nou, hoe gaat het, sis? Toen is dat geplaatst, hè? Je zit op 2-3 centimeter ontsluiting. Ja, door die Willem-Alexander. Ja. 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 Oh, moet dit ook op beeld? Ja, dat vinden mensen 17. Leuk. 17. Is toch wel zo een keer goed, denk ik? Nou. Oh, echt? Moet je echt, echt, echt poepen? Oh, wat oprecht nu een wee. En dan moet je weer... Ja, zij wilde vlogger worden, hè? Dus alles moet erop, hè? Na die wee moet je weer kijken hoeveel minuten, toch? Eigenlijk, het gaat nu meer om een soort van pijngrens waar ze zeg maar niet overheen moet. Als het nog te handhaven is, dan komt zij over 2,5 uur langs. Okay. En dan moet zij nog een keer meten en dan waarschijnlijk zit dan op 5-6 en dan kunnen we het zien thuis. Okay. Nou, ja. Ik vind je er best rustig bij. Ik heb je wel echt anders gekend. Ja, alles voor de baby. Alles voor de baby. Komt goed. Nog net geen cadeautje voor niet zijn verjaardag, waarschijnlijk. Gewoon early bird present. Early birthday present. Ja. Early bird present. Oh, letterlijk bird. Ja, bird. Oh ja. Wow. Early bird. Wow. Echt leuk. Wow. Wow. Update. Jongen. Vind je een updateje? Ben je lekker aan het eten en mijn vrouw zit hier achter aan de weeën met mam. En pap zit hier met Saan. Ja. Oh, de verloskundige is hier geweest. Had ik dat en, al verteld? Ze had 3 centimeter ontsluiting, maar dat is alweer 2 uur geleden, toch? Of 3 uur geleden? Oh ja, dat komt nu weer een andere tijd zijn. Ja. Een andere verloskundige en ik heb een beetje bloed verloren, dus ik heb even een maastverbandje. En ik was ook maastverband hier gestopt. En jullie doen dat eten. Ik heb net even op bed gelegen en ik ga denk ik zo weer even op de bank. Dat ben ik gewoon even zout weggegooid. Ik ben nog ik lig niet aan. Nu zit het allemaal heel goed aan, maar die benen zijn heftig. Nu? Echt, Nick, wat heb jij? Ik heb dit nog nooit gezien. Wat? Zit nou een ik soort het loempie? Nooit op. Het lijkt op een loempia frikandel. Een loempiedel, zo heet die ook. Oh. Mij ook niet eens. Nou. Mijn been, ik heb iemand anders wil ook heel graag. Ik zit dus in de verloskamer. We zijn in het ziekenhuis in het Amphia. Nick wacht voor mij een pyjamaatje uit mijn trolley. Mama is mee. Deze dan? Nee, die met die zebra's. Ja. Oh. Ik doe even een pyjama jurk aan. Een jurk. Kan ze zo over de hoofd aantrekken. De bitch is back. Ik heb een ruggenprik gehad. Het voelt zo lekker. Die weeën waren echt niet normaal, echt. En ik had zoveel weeën, het bleef me achter elkaar komen, het stopte niet, het was echt verschrikkelijk. En nu worden mijn vliezen doorgeprikt, oh, ik ben even aan het vloggen. Wacht even. Ik ben even aan de bel. Oh, ik ben zo klaar hoor. Jullie mogen er wel bij zijn hoor, dat maakt niet uit. Oké, nou. De artsen kwamen net binnen en gingen het stuk omdat ik zei ik ben aan het vloggen. Dit zijn niet de artsen. Maar mijn vliezen worden zo meteen gebroken met een soort van grote satéprikker of een sushi stick. Met een haakje eraan. En daarna is het wachten totdat ik ga bevallen. En nu zit ik helemaal... Ja, ik zit helemaal lekker in de stoel. Ja, dat is niet normaal. Ja. Oh. Zijn jullie ook een beetje opgelucht? Ja, we hadden wel een beetje te doen hoor, net. Ja, echt wel. Ja.
Ja, dat snap ik. Ik had het ook met mezelf te doen. Ja, het kan ook niet anders op een natuurlijke manier, zulke intense weeën. Nee, niet zo wat ik had. Het is 22:50 s'avonds en ik zit nu op 6 of 7 centimeter ontsluiting. Ik lig hier in bed. Nieke heeft me lekker ingestopt in het dekentje die hij had gevonden in de la. En hij heeft de la trouwens niet dicht gedaan. In die la. Echt, Nieke en ik lijken zo erg op elkaar. Ook gewoon nooit de koelkastdeur dicht doen. Althans, ik niet. Hij wel. Maar dit is wel grappig. De wc-deur trouwens ook. Dat is ook gewoon open. Maar in ieder geval, ik voel me goed nu. Na die ruggenprik. Ja, en Nieke is nu een soepje voor mij aan het halen. Ah, daar is hij. Een soepje. Mijn verzorger. We hebben vandaag keus uit de tomatensoep, de kippensoep. Of de drinkbouillon. Doe maar de drinkbouillon. Het is allemaal drinkbouillon. Of de kippen drinkbouillon, doe maar. De kip? Ja, de kip. Dat is een fantastische keuze. En mama is thee voor mij aan het halen, dus ik word lekker verzorgd. Ja, eigenlijk alles wat ik in die vluchtkoffer mee had. Zoveel heb ik niet eens nodig. En een kledingsetje natuurlijk voor die kleine. Mijn pyjamaatje met tijgers erop. Want ik ben een tijger vandaag. Niet in bed. Ja, jawel. Of jawel. Hij moet er nog steeds uit. Hij moet er nog steeds uit. Hier komt de andere verzorgster binnen. Hé. Hey. Een kopje thee. Chocolademelk. Oh, serieus? Warm. Oh, ook lekker. Oh, nou, ik word kotsmisselijk zo meteen. Ik krijg nu kuppensoep en chocolademelk. Alles door elkaar. Heb ik al verteld dat ze waarschijnlijk geboren wordt op jouw verjaardag, of niet? Weet ik niet. Hoe laat is het? 22:50. Oh ja, dat zei ik net. Oh ja. Nou, who knows? Dus we hebben 10 minuten te gaan. 26 oktober. 26. Wie zijn dat? Noora en Claire. Oh, die zitten op ons te wachten binnen. Zo lief. Colleen is ook bij ons thuis. Dus een hele welkomstcomité. Maar ik geef me echt een fijn gevoel dat heel Amsterdam met je bij mij in Breda thuis. Ze zijn heel veel wedstrijden. Fijn om te horen. Meteen persen. Volgens mij ben ik helemaal onder invloed van die ruggenprik. Gloria in de gloria. Hoera! Hoera! Niki, het is je verjaardag. Ja, ja. Nou, ze kunnen niet naar jou toe, Niki. We zijn er 2 jaar bijna. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel, Mopie. Ik krijg zo meteen je allermooiste cadeautje aan mij. Ja. Nee, ik hoef geen tuk. Ik heb dus allemaal eten gehaald die ik zelf niet eens wil eten. Deze beker is zo handig voor als je moet bevallen met een rietje erin. En deze gaan we trouwens ook verkopen op My Sister's Closet. Ja, Claire heeft van die bekers besteld. Echt een aanrader. Het is 22:50 en ze hebben net een weeënopwekker erin gestopt of in het infuus. Omdat mijn ontsluiting dus nog niet zo heel erg snel gaat. Nu ben ik dus ook Mariam's bloem vergeten. Die had ik speciaal gekocht voor de ontsluiting. Maar, nou ja, maakt niet uit. Kindje die, ja, die vindt het veel te gezellig nog in mijn buik. Dus we moeten nog even wachten. Waarschijnlijk mag ik over 1 uur of 2 uur persen, toch? Zoiets. Dus ik ga nu maar even proberen te slapen. Dat ik een beetje mijn rust pak. Want ik sta onder de adrenaline. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg moe. Dus als een wee van jou omhoog gaat. Dat is die grijze. Die onderste. Ja. Dan gaat die van de baby. Zie je boven. In het geel-wit gedeelte. Die gaat dan naar beneden. Oh ja. Dan reageert ze weer. Maar dat zien we ook op de monitor. Dat het is hoe laat? Half twee en ik zit helemaal te trillen. Ook omdat ik het een beetje koud heb, maar ik mag niet te warme dekens omheen. Omdat ik anders koorts zou kunnen krijgen. En ze hebben dus net een extra zetje weer gegeven voor de weeën. Aangezien ze ja, niet echt naar beneden wilden komen. Maar we zijn er bijna. Ze zitten nu op 9 centimeter ontsluiting. En ja... Ik moest net even op mijn linkerzij gaan liggen. Volgens mij
is het voor die kleine beter om zo te liggen dat het dan makkelijker indaalt of zo? Ja, maar ik moest net op mijn linkerzij liggen vanwege de wand of zo. Het nou ja. Beter was, ja. Ja, nou ja, het zal wel. In ieder geval, ik moet weer... Ja, de baby vindt hoe je nu ligt het fijn. Ja, ik moest weer zo rechtop liggen. Gewoon, ik tril echt heel erg. Maar ik moet gewoon mezelf laten trillen als het op de bibber. Ik moet het uittrillen. Dus ja, nog 1 centimeter en dan kunnen we persen. Dat is allemaal echt moe. Nee, dat moet er nog steeds ingedaald zijn. Het is niet gegarandeerd dat je ook niet oh, ja. mag persen. Nou, het kan nog langer duren, dus word ik van de commentator. Oké, John. Ik zal mijn beste terug moeten. Ja, doe eens even. Net viel de laken naar beneden. Ik kreeg even een piepshowtje hier. Oh man, ik hoef niet bij Busy op het podium te staan. Ik lig hier gewoon in het ziekenhuis. Praatjes heeft ze in één keer. Oh, praatjes als ze in één keer allemaal krijgt. Ja, ik moet zo liggen. Wat zo'n ruggenprik allemaal niet kan doen. Je bent echt weer zo'n enthousiast kindje gewoon, weet je wel. Allemaal, je wilt graag dingen vertellen en laten zien wat je allemaal wel niet kan en zo. Echt zo'n blije ruggenprik-trip krijgen. Er zat geen leven in een paar uur geleden. We zijn gewoon overleden, sip gezicht, kon helemaal niks meer. En nu heeft zo'n permanente lacher op staan. Oh ja, het is al 2:30 al bijna. Nou, dan hebben we nog een uurtje van hier. Als het nu snel gaat in een half uurtje en je gaat klaar liggen, dan zou het zomaar eventjes kunnen. Maar als om 4 komt, ben ik letterlijk 24 uur bezig. Ja, oké, okay, maar je begon de eerste weeën. Ze zei het eigenlijk dat je mocht tellen vanaf 1 uurtje of 3. Ja. Dat je die weeën een beetje zo om de 5, 6, 7 minuten had en toen liep het zo naar beneden. Ja, dan had je het blijkbaar telmoment. Oké, okay, nou ik vind het wel weer mooi in deze positie. Dan doe je even de laken nog even naar beneden. Net viel de laken af van mama Niek. Die Jonah. Ben je nog iets bester, John? Nee. Ook over, John? Ja, kom maar. Kijk eens. Kijk maar. Kijk maar. Oh. Even een kleine onderbreking. Ik ga even uitleggen wat er namelijk is gebeurd tijdens de bevalling. Het zag er allemaal heel perfect uit zoals jullie net zagen. Al duurde de ontsluiting wel echt onwijs lang. Ik zit even met die kleine op schoot, want ze wilde niet rustig in de eentje meer chillen. Ik ga even een beetje bij het begin beginnen. Waarom ik dus naar het ziekenhuis ben gegaan. Ik wilde sowieso in het ziekenhuis bevallen. Het gaf mij gewoon een fijner gevoel om naar het ziekenhuis te gaan. En omdat ik ook weet dat zij daar gewoon alles daar in huis hebben, in het ziekenhuis hebben. Zoals jullie hebben gezien begon het hier allemaal thuis. Op een gegeven moment toen de tweede verloskundige kwam, vroeg ze aan mij of ik de ruggenprik wilde. En toen zei ik dat ik dat niet wilde. En zij vroeg zich af waarom niet. Toen zei ik tegen haar, ik heb gewoon best wel veel dingen erover gelezen. En ik wil ook gewoon echt die oerkracht voelen. Ik wil voelen dat zij eruit komt. Plus je kan ook koorts krijgen door de ruggenprik. Er zitten ook gewoon heel veel nadelen eraan. Ik had zoveel weeën achter elkaar. Er zat op een gegeven moment niet eens meer een minuut tussen. Zei ze tegen mij, als je een ruggenprik wilt, dan moeten we wel echt nu gaan. Want het was, volgens mij was het toen al 7:30. En voordat je dan eindelijk aan de beurt ben met de ruggenprik. Ja, dat duurt dan even in het ziekenhuis. Maar ik zat toen ongeveer op de 4, 5 centimeter ontsluiting. Kreeg ik weer zulke weeën waar echt u tegen zegt. En toen zei ik, ruggenprik, nu ziekenhuis. Zijn we uiteindelijk dus naar het ziekenhuis gegaan. Was ook echt een hell of a ride. Oh my god. Nou, Niek die reed wel echt heel zacht natuurlijk. Maar ik zat echt helemaal zo... Oh. Om 8:30 kwamen we aan in het ziekenhuis en een uur later kreeg ik de ruggenprik. Voor mij was dat dus wel echt het beste wat ik toen kon doen op dat moment. En ik ben heel erg blij dat ik naar mijn eigen gevoel heb geluisterd. Ik heb heel veel dingen erover gelezen waardoor ik ook gewoon best wel bang was om die ruggenprik te nemen. Een epiduraal noemen ze dat. Maar mijn gevoel zei, Joan, doe het nou maar. Want ik kon het op dat moment gewoon echt niet meer aan. En je moet ook gewoon echt naar je eigen gevoel luisteren.
Tuurlijk, mensen willen je dingen adviseren en jou tips geven en hun eigen verhaal doen. Maar het allerbeste is echt luister naar jouw intuïtie. Wat wil jij op dat moment? Wijze woorden van Joan. Nu gaan we even door naar het moment van de finish. Klein had dus al in mijn vruchtwater gepoept. En dat is ook best wel gevaarlijk voor babytjes. Meconium noem je dat. Even kijken of ik het goed zeg. Ik heb hier brieven van het ziekenhuis voor mij. Ja, hier staat dus zeg maar allemaal informatie op over de bevalling. Ja, meconium noem je dat. Niek heeft me dit verhaal ook echt moeten vertellen. Want ik was gewoon alles vergeten. Het was gewoon één filmscène op dat moment in mijn hoofd. Het is gewoon echt in een flits voorbij gegaan. Gelukkig maar. Ja, Niek en ik hebben het echt... En mijn moeder trouwens ook, want die stond er ook bij. We hebben het echt ontzettend zwaar gehad op dat moment. Het was echt vreselijk wat er gebeurde. Gelukkig kunnen Niek en ik erover praten. Dat is ook goed. We hebben er heel veel over gesproken. Het is gewoon heel heftig en... Als ik het zo, als ik haar zo zie, dan word ik echt heel vrolijk als ik naar haar kijk dat ze gezond is. Maar het was gewoon echt een heel eng moment. Ik wil niet huilen nu hoor, maar ik heb er ook heel veel, ik heb er ook echt nog veel over gehuild daarna. Iedere keer als ik perste, daalde mijn hartslag van 150 naar 60. En dat kwam omdat haar navelstreng dus al om haar nekje geklemd zat. Dus steeds als ik perste... trok haar navelstreng heel strak om haar keel heen. Dus ze werd als het ware gewoon gestikt toen ze nog in me zat. En Niek heeft dus gekeken naar mijn onderkant. Want hij was wel nieuwsgierig en hij mocht ook kijken. Dus voor Niek was het ook heel frustrerend. Want hij zag iedere keer zeg maar haar koppie. Maar iedere keer wanneer ik dan klaar was met persen. Toen ging haar koppie, trok hij zeg maar weer terug. Dus dat was heel frustrerend. En op een gegeven moment zei de verloskundige ook van... Joan, je moet nu echt, ze moeten nu echt uit. Ze moeten nu echt uit, anders moet je ingeknipt worden. En ik zei, nee, ik wil niet ingeknipt worden. Dat leek me ook vreselijk. Na een aantal keer persen lukte het niet. Ze kwam er gewoon niet uit. Toen zeiden ze, Joan, we moeten je echt gaan inknippen. Want het is gewoon nodig. Zij hebben dus niet verteld wat zij dus al zagen. Zij zagen al namelijk dat de navelstreng geklemd zat om haar nekje. Natuurlijk geen paniek te zijn, hebben ze dat niet gezegd. En daar ben ik ook achteraf heel blij om. Want ik hoef dat ook niet te weten. Vertel mij het maar gewoon achteraf. Zij hebben mij ingeknipt. Wat ik niet voelde gelukkig. Want ik kreeg ook een verdoving. En ik voelde sowieso niks door die epiduraal die de hele tijd in zat. Zij moesten ook de navelstreng doorknippen. Dat vond ik wel rot voor Niek. Want dat is natuurlijk echt een mooi moment wat de vaders normaal doen. Maar ja, het moest nou eenmaal zo gebeuren. En zij hebben daar natuurlijk alle verstand van... Jessie, haar hoofdje was echt helemaal blauw. Ze kwam op mijn borst te liggen en het duurde echt maar 1 minuut of zo. Ik was wel echt super blij om haar te zien. Ik voelde opeens een heel klein glibberig babytje en ze werd gewoon zo van mij weggetrokken. En ja, toen begon ik te krijsen en te schreeuwen daar. Want ik dacht tegen, what the fuck, waarom wordt zij weggehaald? Zij drukte dus op de noodknop. En ik keek naar links en er kwamen echt iets van 5 of 6 zusters binnen de kamer binnen gestormd. Ik schreeuwde, wat gebeurt hier? Waar is mijn kind? Geef mijn kind terug. Wie zijn al die mensen hier? En ik wist gewoon niet wat er gebeurde. En Niek ging dus naar Jessie toe. Want mama zei, ga naar je dochter. Blijf bij haar staan. Ik blijf op bij Joan. Maar Niek zag dus op een gegeven moment dat zij een zuurstofmaskertje toegediend kreeg. Haar hartje met een wijsvinger van een van die zusters werd gemasseerd. Om haar tot leven te brengen. Want ze was gewoon een soort van leveloos. En helemaal blauw. Dus Niek kon dat niet aan. En die was ook helemaal in paniek. Niek in paniek. Dus Niek kwam naar mij toe om mij gerust te stellen. Dus dat was wel heel lief. En hij dacht alleen maar. Oh, Joan, die heeft het 9 maanden zo goed gedaan. Ze heeft zo goed voor zichzelf gezorgd. Moet dit nou echt gebeuren? Ja, die dag, die vreesde gewoon voor het ergste. Eindelijk na 5 minuten hoorden we een huiltje van haar. Dus dat was een teken van leven, gelukkig. En Niek was nog naar de gang gelopen om te checken of zij geen hersenschade of iets had opgelopen. Doordat ze zuurstoftekort kwam. En toen hebben de mensen daar hem gerustgesteld. En hem 100% gegarandeerd dat ze gezond is. Je hebt een bepaald soort scoreblad. En ze had eerst score 5. 5 is natuurlijk niet al te best. Want ze moet gewoon score 10 hebben. Dus ze begon bij 5. En toen liep hij steeds op. En toen van 8. En toen naar 10. En dat was volgens mij in een kwartier tijd. Dat zij
dat ze van 5 naar 10 ging. Doordat haar score goed was, mochten wij ook een paar uur later ook naar huis. Uiteindelijk 2 uur 's middags, omdat ik eerst nog zelfstandig moest kunnen plassen. Want dat lukte mij daarvoor niet. Ik wilde nog even zeggen hoe blij ik wel niet ben geweest met al het personeel daar. Van Vita verloskundigen tot aan het personeel en het Amphia. En ze waren allemaal echt zo lief. Ik ben echt goed verzorgd, dus duimpje omhoog. Heel erg dankbaar dat alles uiteindelijk goed is gekomen. En dat mama en Niek bij de bevalling waren. Ik heb zoveel liefde voor mijn familie. Niek en mama hebben mij echt ontzettend goed aangemoedigd tijdens het persen. Die waren echt alsof ik een wedstrijdje aan het doen was. Zij hebben mij echt goed geholpen om de finish te halen. En het is gelukt. Nou, nu gaan we door naar mijn bevallingverhaal, want ik ben veel te lang aan het lullen. Leef maar lang. Lieve Jessie. Lieve Jessie. Jessie. Ja, is goed. Het is goed, meisje. Ik zie je eindelijk. Papa is jou. Of we huilen. Papa had nooit. Oh. Ja. Oh. Mama. Jessie. Ze kijken naar jou. Oh, Jessie. Oh. De grote ogen. Ja, oh, mooi. Ja. Oh. Oh, papa gaat zo goed voor jou zorgen. Ja. Oh, ja. Dat is super. Yes. Oh. Yeah. Oh, goed zo. Kom maar huilen, schat. Ja, schatje. Ja. Heel mooi. Wat een grote ogen heb jij. Ja, kindje. Nou, fotomodelletje, hè? Ja. Oh, je hebt het zo goed gedaan. Oh, waar zit je vast, hè, meisje? En zo knappie voor papa en mama. Ook papa's verjaardag. Ja, toch? Oh. Ik heb de vreemd niet. Oh, nee, ik heb ook een kusje gegeven, sorry. Oh. Ja. Yeah. Oh, goed zo. Ja. Dat je eindelijk weer eruit ziet. Kijk dan wel flink rond. Ja. Dat is oma. Hoe ben ik? En papa. Ja. Hallo, Jessie. Lieve Jessie. Is het Jessie? Jessie. Oh, die kerel is schrikken zeg, hè. Oh, het is wel helemaal blauw, man. Oh, even bijkomen. Oh. Hoe lang? Je bent zo goed gedaan. Je bent trots op jezelf en je hebt het zelf gedaan, hè? Oh shit. Sorry. Jo, je hebt het zelf gedaan. Oh, ja. Je bent gelijk over de slagboom. Ja. Paniek. Een klein voorhoofdje. Mm-hmm. Ik ben bevallen. Van Jessie Marijnissen. Ik had er net een borstvoeding gegeven. Ik weet niet of er echt melk uit kwam. Echt zo bizar, echt zo bijzonder. Echt niet normaal. We hebben nu lekker beschuit met muisjes en drinken, want ik heb best wel veel dorst en trek. Ze is zo knap, niet normaal. Echt geweldig dit. Zo inderdaad, nu zie ik echt lange benen. Ja. Wow, wat lange benen heeft ze. Ja, dat is niet normaal. Kijk hem, papa, Niek. Your present. Wij zijn op dezelfde dag, ja, ik weet het. Oh. Oh, dat zijn schorpioentjes. Het scheelt weer, hè? 2 verjaardagen op 1 dag. Oh, ja. Staat je mooi. Je hebt zo'n vreedmonster, Joe. Ze is echt op zoek naar eten. De tepeltje van mama, die wel wat ze, waar ze moet zijn. Ik bewaar dit voor Claire, die houdt hier van. Nou, mam, je mag toch zelf ook één? Anders neem je de helft van mij. Die mag het niet vanwege zijn tand. Mam, anders neem je toch de helft van mij. En ik ga het ook niet helemaal opeten. Kijk. Nou, ik zit nog aan het infuus. De rugprik hebben ze uitgehaald. Ik heb trouwens ook nog allemaal bloed. Maar ja, dat maakt toch niet uit of van mijn eigen lichaam. En van Jessie. Zo, ik ben echt... We zitten even op een mooie roze wolk hier samen. Claire is aangekomen. Tante Hallo. Claire. Tante Noedel. Niekje heeft haar net lekker gehad. En nu heeft mama haar. Met een vieze prullenbak ook daar. Ja, met mijn organen echt, waarschijnlijk erin. Zit op opa en oma met kleine Jessie. Hey, lief zijn voor Sjaantje.
Gewoon alles. Die kleine gaapjes of zo. Ik heb gewoon scheve ogen van niet. Wij zal, hè? Ja, hè? Het is nou al aan zijn wind hem al helemaal aan zijn vingers. Ja, natuurlijk. Wat vind jij ervan, nichtje? Ja, ja. Vader helemaal om de vingers. Oh, ik film ook je poeny. Maar film maar niet met poeny. Nee. Want ik ben ingeknipt. Wil je eens live zien, wil je die placenta zien, hoe, die, hoe, nee, ze, hoe ze in je buik hebt gezeten? Ja. Kijk niet. Ik leg zo van Inge, ja, volgens mij ligt papa in zijn overhemde spijkerbroek. Dat is op de bank. Ja. Wij hebben gewoon jouw kleren gepakt. Oh, serieus? Oh, ik heb het niet eens in de gaten. Oh, nee. Ik denk al, dat pak heb ik niet eens. Dat is leuk. Nee, je moet even bellen, naar die piramide op. Oh ja. Achter je. Hoe heet ze hem? Maviva. Noviva. Ja. Oh, zo cute. Ja, het is 9:00 morgens. En ik lig met Jessie, zo gezellig. Kijk dan nou, kleine prinses. Hey. Oh, ze begint nu te huilen. Ik probeer haar aan de borst te leggen, maar is wel lastig. Ik word hier trouwens wel geholpen door alle verloskundigen en zo. Ja, ze is nu weer wakker. Ze sliep net even. Ik heb inmiddels gedoucht en ik heb echt ontzettend een grote maandverband in met een net broekje. En van die ice pads, want mijn hele pussy burnt. Ja, dat plassen, dat ging dus niet. Dus ik heb net geplast met een katheter erin. Niet heel erg prettig. Ik heb 1 liter geplast. Echt bizar veel. Dus ik moet nu weer heel veel drinken. Dus ik heb weer mijn fles gevuld. En ze zijn hier echt zo lief. Ik ben dus bevallen hier in het Amphia ziekenhuis in Breda. En nou, ik heb echt zo'n goede hulp gehad met Vita, de verloskundige. En al het personeel hier in het Amphia. Echt wauw. En Niek en ik zijn helemaal kapot van de bevalling. Niek ook. Maar kijk nou, alles voor dit prinsesje. Kijk eens, papa is er ook. Een mooie pakje, hè, van de prenatal, ja. Kun je goed naar mama kijken, kijk eens als ze naar jou kijkt. Hey. Dat is mama. Dan heb je 9 maanden in de buik gezeten, dat is papa. Die heeft het zaadje geplant. En daar ben jij uitgekomen. Je hebt een goed zaadje geplant. Nou, Niek heeft een stickertje op het bord geplakt. En hier staat op hoeveel geboortes in het Amphia zijn geweest. En waar zijn het eerste meisje van? 26 oktober. Nou, kijk eens. Ik heb het door je schoonmoeder naar buiten gaan. Nou, ik voel me eerder dood, hoor, Lian. Kijk, nou, ik zit in de rolstoel, wij gaan naar huis. Naar huis, dan kan het feest beginnen. Ja. Kijk, Koos is ingepakt. Oh, kleine toetoet. Charlatines. Ja. Oh. Kijk eens. Zie je dat? Kijk eens. Moet ik het allemaal losmaken? Zo, kijk eens wat het is. Kijk eens, Shani. Lieve Shani. Lieve Shani. Zo. Lief. Goed zo, ja. Heel goed van jou. Heel goed. Ik heb je echt gemist. Oh, geen gapen. Het is goed zo, Sjaan. Nieuw member. Wij mochten rond een uur of... Hoe laat? Hoe laat is het nu eigenlijk, Niek? Het is nu 2:15. Nou, we gingen om 2:00 naar huis, zoiets. Omdat ik weer kon plassen. Dus ik. Dus we mochten naar huis. Heel fijn. Oh, zo is ze lief. Laat daar maar mooi zitten. Kijk, Sjaan is echt lief. Oh, ze weet ook dat ze nu even krijgt. Ja, dit is van mij. Oh, ze hebben echt goed opgeruimd, man. Ja, lief. Ik bel ze zo nog wel even. Daarom waren ze zo laat. Oh ja, ik denk al. Waar blijven ze? Ja, Claire en Noora. En, nou, ik denk papa en Colin niet, maar. Die hebben hier de keuken en zo opgeruimd. Wel echt heel lief. Ja, ze komen echt binnen in een heel net huis. Dat is echt super fijn. We gaan even lekker in ons bubbeltje leven.
is toch niet normaal dat het gewoon uit mij is gekomen. Even serieus. De kraamzorg komt tussen 3 en 5. En dan gaan we leren vader en moedertje spelen. Zeg opa Peet, wat heb je meegenomen? Wat schattig. Half bolletje, half uurtje. Dit is echt heel lief. Wat schattig. Mooi gemaakt. Echt heel leuk. Kan het gewoon lekker heel warm, hè? Ja. Ja, ja, dat lijkt nog veel beter. Doet het echt heel goed. Hij zit echt in zijn vaderlijke rol. Ja, echt waar. Trots op je mop. Ja, ik ook op jou mop, je hebt het ook goed gedaan. Kijk, hè? Komt omhoog, kijk dan. Kijk maar. Hij geeft al kusjes. Nou, de mutsje moet de mutsje niet iets meer naar achter mop. Ik heb haar net de borst gegeven. En die heeft daar heel goed in gepakt. Nu liggen ze zo naast ons. Ik kan nog steeds niet beseffen, ik vind het zo gek. Wij gaan nu lekker slapen. Helemaal kapot en gesloopt. En ja, ik heb gewoon echt pijn aan de onderkant vooral. Ik ben gewoon in herstel. Het is best wel heftig. Heftige bevalling geweest. Sjaan voelt zich helemaal gekwetst. Voelt Sjaan zich gekwetst? Ja, voelt zich echt gekwetst. Oh, arme Sjaan. Oh nee, die voedingskussen. Waar ligt jou? Ja, op mijn bank. Of op de bank. Sorry, mop. Ja. Nieke is echt een soort butler voor mij. Je moet alles voor me doen. Maar ik kan gewoon echt niet zoveel. Ik heb gewoon overal pijn. Nog steeds aan mijn onderrug. En vanwege de heftige weeën die ik heb gehad in mijn onderrug. En ja, die bevalling moeten we echt gewoon nog zwaar verwerken. En het leven gaat gewoon door. Hè? Huh? In de hoek. Die zwangerschapskussen. Ja, die zwangerschapskussen. Ja, op de bank. Op de hoek. Bedankt voor het kijken van deze bevallingsvlog. Ik hoop dat jullie leuk vonden en dat jullie veel duidelijkheid hebben gekregen over hoe mijn bevalling was. Mochten jullie verder nog vragen hebben, dan stel ze hieronder en dan zal ik ze beantwoorden. In mijn volgende vlog neem ik jullie mee in mijn kraamweek. Ik ben echt heel erg goed geholpen door mijn liefste kraamverzorgster. Ze was echt een schatje, dus dat gaan jullie ook allemaal zien. En dan zie ik jullie volgende week weer. Nou, doei doei!